Op een steenworp afstand van de Jensvesting zit de praktijk van Berry Lampen, de fysiotherapeut van FC Emmen. En FC Emmen maakt als derde profclub in Nederland bij lampentherapie gebruik van een nieuw apparaat voor koude warmtetherapie. Roland Bergkamp werd vorige week, met succes, door Berry Lampen klaargestoomd voor de wedstrijd tegen Jong PSV. En met deze behandeling kan het wisselbad effect worden nagebootst. Nou, zoals iedereen weet, uh, hè, wat je met koude kan uh, bewerkstelligen en ook met warmte... Uh, hebben, dit, uh, althans, hebben ze dit ook in een combinatie weten te gieten, uh, dat het uh, binnen 6 seconden van 6 graden koelen tot uh, 41 graden uh, warmte? Uh, waardoor je het bekende wisselbad effect uh, kan nabootsen. Ja, het staat volgens mij dat het 6 uh, ja, graden is, maar het voelt wel een stuk kouder. Dus uh, ja, en dan zeker die switchen tussen als het dan 41 graden wordt. Dat, het verschil tussen is heel groot, dus dat uh, ja, het is denk ik wel erg goed om te herstellen ja. Ja, dat het, er is een speciale kennisbank is er, uh, uh, gestart. Waarin uh, orthopedisch chirurgen zitten, waarin pijnspecialisten zitten. En de fysiotherapeuten die hem uh, zeg maar, gebruiken in de praktijk of op de, nou, op de club. Zeg maar. Naast de warmte-koudotherapie wordt bij lampen ook op andere manieren aan het herstel gewerkt. Um, ja, vooral lopen, fietsen en uh, ja, squat oefeningen, van dat soort dingen om, om die spier weer sterk te maken. En dit is vooral ja, om daarna om het, ja, de spier weer te ontspannen en, en te helpen herstellen. Dus uh, ja, dat is iets anders, maar uh, ja, hopelijk dat het gaat werken. En of de therapie heeft gewerkt, want tegen Jong PSV was Bergkamp gewoon van de partij. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de blessure. We zeggen van we gaan uit van een kwartier of vanuit een half uur en dat is eigenlijk wel een beetje het max. En dan uh, ja, kan het in, in, in tussenpozen van uh, twee minuten koud, vier minuten warm of uh, tien minuten koud en uh, tien minuten warm. Het is maar net waar je het accent op wil gaan leggen en voor ja, welke blessure je wilt gaan gebruiken. En na ruim twintig minuten zit de behandeling voor Bergkamp erop en kan er weer een andere speler van FCM worden klaargestoomd.